gaat. In 1970 ging er een band repeteren in Boom in België. En dat was in het café Milk de Kogel, de Bullet. Er stond aan een riviertje de Ruppel en de Riverside, de Ruppel. En daar waren 14 vaste bewoners van het café. Er waren 14 katten en die heten alle 14 Vondi. Dat had het makkelijk als je erin mag. En vijf voor het optreden zochten ze een geschikte ruimte. Dat werd het Veerhuis aan de overkant van de Riverside. En de naam waaronder mij ging spelen was Vondi Riverside Bullet Band. Van de originele bezetting zijn nog twee blazers over, Johnny en Jeroen van Breda. En ik ga het orkest nu aan u voorstellen. Op trompet, Johnny van Breda. Yeah. Op trombone, Camille van Breda. Op klarinet, Frank Robbenscheuten. Op banjo, Jos Koster. Op bas, Karel Algoed. Op drums, Frederik van den Berg. Het eerste nummer... Hit. Op piano, Walter de Kracht. Sorry Walter. Het eerste nummer is de herkenningsmelodie, Red Roses for a Blue Leaf. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Dankjewel.